Vandaag werden ze getest. De bouwconstructies van de studenten werktuigbouwkunde van de universiteit. Vorig jaar ging het allemaal prima, maar dit jaar ging het toch wat minder soepel. Onder de glijlagen onder de WIP is kapot gegaan. Is afgebroken gewoon, dus de WIP is kapot. De constructie wordt nu gewoon allemaal getest op spierkracht. Er wordt gewoon een ratel aan de constructie bevestigd en deze wordt aangerateld tot de constructie begeeft. En dan wordt de kracht genoteerd die dan zover is. Het testen gebeurde boven de Dommel op het TU-terrein. Niet voor niets, want bij een mislukte test belanden de studenten in het water. Maar ook als de test wel lukt, want het water bleek, zeker op deze zomerse dag, een mooi moment voor een frisse duik.